Hi, ik ben Ingeborg Kertees van MBO Mediawijs en deze tutorial gaat over Mentimeter. Mentimeter is echt een superhandige tool om interactieve presentaties, workshops en meetings mee te doen. Zowel voor grote groepen als met collega's als in de klas. En je kunt er zelfs kleine quizjes mee doen in de trant van Kahoot. Ik ga naar mijn eigen presentaties. Ik heb zelf al een account aangemaakt. Je moet even een account aanmaken. Maar jij kunt een account aanmaken, maar jouw toehoorders hoeven dat niet te doen. Dus dat is meteen handig voor de AVG. En ik heb hier al een aantal dingetjes klaarstaan. Ik laat er eventjes eentje zien, die ik al een keer gebruikt heb, zodat jullie ook kunnen zien hoe dat eruit gaat zien en wat de resultaten daarvan zijn. Dit zijn vragen uit de categorie waar je er maar twee van mag bij een gratis account. Dus dat is iets om even rekening mee te houden. En op het moment dat ik die vraag gesteld heb en ik heb ook de vraag al, ik heb al feedback gekregen van mijn 20 toehoorders in dit geval, krijg ik ook nog de resultaten daarvan terug. En ik laat de volgende ook eventjes zien. Dit is een open vraag geweest met zo'n wordcloud. En dan komen de vragen waar de meeste antwoorden, kan ik beter zeggen, die terugkomen, die worden het grootst. Dus dan zie je ook meteen waar dan de nadruk op ligt. Dus wat de meeste inzendingen zijn geweest. Je ziet in principe alle inzendingen. Nou, dat is heel leuk gepresenteerd door Mentimeter. Maar wat heel leuk is, dat je natuurlijk die dingen groot ziet. En welke ik ook heel erg interessant vind, dat is deze variant. En dat betekent dus dat je eigenlijk gewoon open vragen kan stellen en dat die gewoon één voor één langzaam voorbij komen. En als alles op is, dan begint die in principe gewoon weer overnieuw met het rijtje. Oké, ik laat even zien hoe je heel makkelijk zelf een nieuwe presentatie kan maken. Dus ik ga eventjes terug naar Your Presentations. En ik zeg een nieuwe presentatie. En hier zie je hoe je dat aanmaakt en wat voor type vragen er zijn. Dit zijn de type vragen waar je er dus maar twee van mag stellen. De wordcloud heb ik net eventjes laten zien. Ik heb de ranking laten zien en de open-ended vragen heb ik laten zien. En er zitten nog een aantal andere vragen bij, zoals quizzen, maar ook gewoon slides waar je gewoon content op kan laten zien. En hier zijn nog wat verschillende varianten over grid varianten en dat soort zaken. Dus grasduin er maar een keertje doorheen. Ik laat in ieder geval eventjes deze zien als eerste. Welke editor gebruik je het meest? En dan kan ik hier zeggen hoeveel antwoorden er gegeven mogen worden. Ik kan vervolgens nog een filter aanzetten, zodat er geen scheldwoorden in voorbij komen. Maar pas op, als je dat zegt, dan gaan die toehoorders dat natuurlijk uitproberen. En dat zorgt voor een hele grappige inzending, dat moet ik wel zeggen, want als je maar creatief bent, dan kan je daar natuurlijk best wel weer omheen zeilen. En ik heb hier wel gezegd 3, maar ik kan natuurlijk ook gewoon dit aanzetten. En dan kunnen ze er desnoods nog 3 gaan inzetten. Oké, ik wil een volgende vraag. Het slide. Dan pak ik bijvoorbeeld de open-ended vraag. En dan kan ik nog kiezen voor speech bubbles, one by one en de flowing grid. Ik kies de flowing grid. Ook hier zet ik dit eventjes aan. En op het moment dat ik nu add slide zeg, dan krijg ik hier een groot venster dat ik mijn maximale vragen uit dit type gehad heb. Ik krijg er een vraag bij als ik even reclame ga maken, maar dat ga ik natuurlijk niet doen. En ik kan nog wel kiezen uit alles wat hier vervolgens onder staat. Dus ik ga even een quizvraag maken. Ik kan hier nog tijd aan aangeven, of ze er langer of korter over mogen doen. En of er een leaderboard is. En het leaderboard zie je hier meteen vervolgens bijkomen. Nou, voor alle mensen die wel eens met Kahoot hebben gewerkt, is dat een bekend iets. En op het moment dat ik nu zeg, ik vind hem zo goed, dan kan ik weer eventjes gaan presenteren. En dat laat ik gewoon vervolgens hier zien. Dan zie je hierboven zie je de code staan. Dus ik kan nu even naar een ander scherm gaan om die code in te vullen. Oh, wat was het? 28509. 28509. Submit. En daar staat meteen de vraag. En dat doe ik ook eventjes
op mijn mobieltje. Ik heb meteen twee inzendingen. En nu zie je hier ook de vragen komen. En ik zeg submit. Zodra ik terug ga hier naartoe, dan zie je ze eigenlijk vrijwel meteen zie ze tevoorschijn komen. En je ziet nu ook dat ze alle drie nog even gelood zijn. En hier ga ik ook wat invullen door Express, ook even Kahoot. Submit. Oké, en ik kan dan bijvoorbeeld even teruggaan. En dan zie je hier dat ze er eigenlijk meteen bij gekomen zijn. Ik zal nog een extra inzending doen, want ik vind namelijk Menti eigenlijk ook wel leuk. En dan kan je zo zien dat hij er meteen bij gaat komen. En dan zeg ik submit. En dan zie je ze live, zie je dat veranderen. Je ziet dus nu ook dat Menti is ook weer iets groter dan die Ad-puzzle, want daar is 2 keer een inzending op geweest. En hier is nu al 3 keer een inzending op geweest. Dus je ziet dat dat groter gaat worden. Oké, ik ga door naar de volgende vraag. Next question. Nu komt de quizvraag, dus hier moet ik nu een naam gaan ingeven. Ik geef hier gewoon eventjes ik in, ready to play ik. En ik ga hier ook naar de volgende vraag. En ook op mijn mobieltje moet ik wat gaan ingeven. Ik krijg nu trouwens ook een leuk logootje erbij. Ik heb hier een schoen gekregen. Dus laat ik mijn naam dan ook maar als schoen gaan inzetten. Oké, deze gaat op tijd. Start the quiz. Answer fast to get more points. Als je als deelnemer mee wilt doen, ga je naar. Oké, hier heb ik antwoord gegeven. En hier ga ik een fout antwoord geven. En dan ga ik gewoon weer terug. Everyone has voted, zegt hij. Oké, hier zie je dus meteen de antwoorden komen. En ook dus wie er goed en wie er fout was. En dan ga ik vervolgens naar het leaderboard. En dit heeft wel wat weg van Kahoot uiteindelijk. Dus jee, de schoen heeft gewonnen. Gelukkig was ik het allebei, dus ik heb gewoon gewonnen. Yes. Kijk, hier heb ik dus mijn verschillende lessen staan. Ik kan dat zelfs opdelen in verschillende mapjes als ik dat zou willen. En hier staat ook mijn hele indeling, wat ik allemaal meer mee kan. Ik kan het delen met andere mensen, maar ook de resultaten kan ik daarmee delen. Ik kan het exporteren. Ik kan het in mapjes verdelen, dupliceren en dergelijke. Maar deze is ook wel erg leuk. En dat is Menti Mode. Dat is eigenlijk een remote voor als jij voor de klas of voor een publiek staat. Dat je dat bijvoorbeeld met je mobiel kan aansturen. Dus het is eigenlijk een soort van afstandsbediening als het kan. Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Zo simpel als dit is het. Dus je ziet, je hebt in 2 tellen heb je eigenlijk een eenvoudige presentatie heb je voor elkaar. Superleuk als je een feedback lesje wil doen of een les wil afsluiten om feedback te vragen, kan ik beter zeggen. Juist om voorkennis te activeren. Ik zou zeggen, heel veel plezier ermee.